de Rotterdamse derde petroleumhaven is een schip lek geslagen. En ongeveer 200 ton stookolie is in het water terechtgekomen. Die eerste tijd is reuze spannend. Je moet zo zien, op zaterdag krijg ik een appje binnen van de beheerder van Vogelklas Karel Schot. En zij zegt, tja, er is een oliemorsing in de haven van Rotterdam. Kijk op het nieuws. En ongeveer 200 ton stookolie is in het water terechtgekomen. Je kunt alleen maar snel operationeel zijn als je een plan hebt. Zonrespons en de vogelopvangcentra zijn onderdeel van dat plan. Sea Alarm werkt met Rijkswaterstaat, dat is een NGO in Brussel, die gewend is overheden en industrie te adviseren hierover. Intussen wordt het hele opvangcentrum in gereedheid gebracht. Er worden hokken neergezet, voer wordt gecheckt. Zwanen worden hier naartoe gebracht met de dierenambulances en worden dan ingeschreven en krijgen een tijdelijke ring. Zwanen die meteen medische zorg nodig hebben, die gaan hup door naar de dierenarts. Ze krijgen de eerste 48 uur vocht toegediend om te stabiliseren. Daarna krijgen ze zondevoeding en dat gebeurt allemaal volgens schema. De werkwijze die we hier hanteren is het Europees protocol. Ik zie hier ook heel veel bekende gezichten. Onze internationale collega's uit Engeland, Duitsland, België en Estonia, die het protocol heel goed kennen en veel ervaring hebben met oliespeels en vogels. Als blijkt dat ze sterk genoeg zijn na die stabilisatieperiode, dan kunnen ze gewassen worden en gespoeld. Dat spoelen is zo belangrijk om alle zeepresten uit hun verenpak te spoelen. Vervolgens gaan ze naar de zwembaden. En die zwembaden zijn nodig voor de zwanen om zich te kunnen poetsen. Ze gaan in het water, ze gaan uit het water en ze leggen hun veren precies op de goede plaats. Op dit moment zijn er ongeveer 500 zwanen in het centrum aanwezig en zijn we op zwaan nummer 200 met bassen. Het is zo bijzonder dat al deze mensen die hier zijn allemaal meewerken in shifts om die zwanen weer te revalideren. Het grootste gedeelte zwanen komt hier supergoed uit en krijgt gewoon een tweede kans. Ik ben altijd zo onder de indruk dat de missie van Rijkswaterstaat is dierenleed beperken. Want Rijkswaterstaat, dat zijn stoere mannen met heavy equipment. En iedere keer zeggen ze het doel is om dierenleed te beperken. En dat raakt me altijd zo.